Goedemiddag allemaal. Het is mij een waar genoegen vanmiddag iemand toe te spreken die veel voor ASML heeft gedaan. En dat is de heer Chris van Kasteren. Beste Chris, het is een eer om jou even toe te spreken over jouw bijdrage aan ASML. René Rijmakers heeft een boek geschreven over de eerste 10, 12 jaar van ASML. En in die periode hebben wij heel veel met elkaar te maken gehad. En Bas van den Berg heeft mij gevraagd om daar iets over te vertellen. Je weet, we zijn in 1984 begonnen in een houten keten op het Philipsterrein. Het was natuurlijk een noodoplossing. En gebouw 1 moest er komen. Toen heeft jouw vriend, Sjaak van Boksel, ons geholpen om dat stuk grond te bemachtigen. Daarbij die hoek op de exit Veldhoven. Er waren veel bezwaren gemaakt om daar gebouw 1 te zetten. En we hebben toen bij de Raad van State een heel proces gehad. En toen vroeg de voorzitter van de Raad van State of we een foto hadden van het gebouw. En dat lieten we hem zien. En toen zei hij, ja, maar dat gebouw moet er zeker komen. Maar ja, Chris, jij weet het. Voordat we gebouw ingingen, was het al te klein. En begonnen we al over gebouw 2 te praten. Maar wij hadden helemaal niks. Geen geld, niks. En toen zei jouw vriend van Boksel, je moet dus een of meneer van Kasteren bellen in Veldhoven. Die kan jullie misschien helpen. En Chris, dat hebben we gedaan. En jij hebt ons geholpen met gebouw 2, om dat mogelijk te maken. En daarna ook gebouw 3. En zonder jou was dat nooit gelukt. In gebouw 3 kwam je regelmatig even binnen. Willem Maris en ik hadden daar ons kantoor. Met via lozen tussen ons in als toegangspoort. En daar via vaak heel streng was met mensen doorlaten. Mocht jij altijd wel even binnenwippen. Want je was ook een charmeur. En je kreeg nog koffie ook. En dan schoof je aan mijn bureau. En dan vroeg je gewoon naar de gang van zaken. Heel bijzonder. En op een middag kwam je weer. En dan zei je, Gerard, je moet eens even meekomen. Want ik moet jou iets laten zien. Ik zei, Chris, daar heb ik nou helemaal geen tijd voor. Ga dan maar even mee, we zijn zo weer terug. En we rijden de auto van Chris Veldhoven in. En hij stopt bij een heel groot weiland. Ik zeg, wat moeten we hier, Chris? Hij zegt, hier komt ASML. Hij zegt, wat wij aan jullie zijn, dat gaat niet. We lopen daar vast, jullie kunnen daar niet verder. Ik zeg, Chris, maar dat weiland is toch veel te groot? Hij zegt, ik denk dat het voldoende is, voorlopig. Ik zeg, maar er staat al een gebouw op. Hij zegt, dat haal ik eraf. Hij zegt, ik kan nu een optie nemen op de grond en het voor jullie reserveren. Wat vind je ervan? Nou, ik zeg, Chris, doe het dan maar. En Chris heeft het gedaan. En zodoende staat ASML op de plek waar het vandaag staat. En is behouden voor Veldhoven. En daar moeten we deze meneer met zijn zeer vooruitziende blik enorm voor bedanken. Chris, bij deze nog een keer enorm daarvoor bedankt. En het is ook een eer dan jou dit boek te mogen overhandigen waar het allemaal in staat. Bedankt.